Hier in Den Haag begint vandaag de CDA Zomerschool. Een driedaagse cursus voor de nieuwe Jan-Peter Balken en de wannabes. Na één telefoontje bleek het al, geen stijl is niet welkom op die CDA Zomerschool. Nou, dan kun je netjes wegblijven, maar je kunt je ook opwerpen als onderdeel 1 van de cursus. Namelijk, hoe ga je om met serieuze media, zoals geen stijl. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Maar dit is al fout, dit is ook fout, hè? Want je doet nooit iets voor de camera. Al moet ik soms ook geven, maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Zo, helemaal klaar voor het CDA Zomerkamp. Ja, maar wie bent u? Wat zegt u? U kent mij niet? Nee. Oeh, dat is fout nummer 1. Nou ja, maar ik wil even naar binnen. Dat kan niet. Hoezo niet? U moet eerst met ons praten, dit is cursus deel 1. Wie bent u dan? Rutger. En dat moet je even nazeggen. Rutger. Rutger de Grote? Ja. Zeg maar. Rutger de Grote. Hallo. Hoi. Zeg je? Hoi. Hoi. Goeze, 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 goeze. Waarom ga jij hier naar binnen? Hier naar binnen? Ik ga de zomerschool doen. Ja, waarom? Ja, waarom? Ik vind het interessant, denk ik. Maar als je niet echt vindt, ga ik nu naar... Nee, zo werkt dat niet. Nee, als je in de politiek zit, dan gaan de camera's voor je staan en dan sluiten je ze in. Maar ik zie ook heel vaak dat ze dan toch gewoon doorlopen. Nou, dat lukt niet hoor. Ik vind het niet helemaal eerlijk zo. Hoe is jouw liefde voor het CDA nou ooit ontstaan? Ja, dat zegt u goed. Sorry? Ik zeg, dat zegt u goed. Dat is een goede vraag. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou, ik vind landelijk gezien ook al altijd CDA-stemmer. Nou, mijn ouders hebben altijd gestimuleerd om na te denken over de politiek. Nou, jij doet dan zo, hè? Met je vuist, zag ik. Kijk, ik ben er al helemaal in. Zie je dat? Wat verwacht jij van hier binnen? Nou, ik verwacht hier gewoon een hoop te leren over de politiek in Nederland. Ik denk dat we de komende dagen een beetje bijgeschoold en bijgetraind gaan worden. En hopelijk brengt dat veel goed voor de toekomst. Ja, want hoe moet die toekomst? Nou, ik denk dat de toekomst eigenlijk in dezelfde lijn voorgezet moet worden. Gewoon een stabiel bestuur in Nederland, een goede regering. En hetzelfde geldt natuurlijk ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. En ik denk dat we er met z'n allen aan moeten werken. Heb je er zin in het kamp? Heb je zin in de zomerschool? Nee, jij. Hier is de ingang, of niet? Heb je er zin in? Doe niet zo stom. Waar is de ingang? Daar. Heb je er zin in? In de zomerschool? Wat is dit? Sorry hoor. Nee, maar dit is al fout. Dit is ook fout, ja, hè, wat je doet. Nooit iets voor de camera doen. Je moet altijd open zijn. Als politici, als politica, moet je voor de camera gaan staan. Moet je zo, moet je kijken en dan kijk je in die camera en dan geef je netjes antwoord. Ga jij naar de CDA zomerschool? Nee. Ik heb hier een andere afspraak. Oh, je gaat helemaal niet naar het CDA, dus echt wel. Oh, je liegt. Je liegt. Je liegt. Je gaat wel naar de CDA Zomerschool. Ja, daar ga ik wel. Nou, waarom lieg je dan? Nou, les 1, nooit liegen tegen journalisten of de pers. Oh, nou. Nooit liegen. Ik heb hier wat geleerd. Ja, dat begint al, hè? Begint al, ja. Je hebt geen condooms bij, hè? Want dat mag niet bij het CDA. Even uit mijn bol. Even testje, wie is nou de staatssecretaris van Defensie? Oh, dat is een leuke. Dat is Van Middelkoop. Van Middelkoop? Nee, dat is... Nou ja, ik weet het niet. Defensie. Oh, ik kan je even een andere vraag. Nee, Defensie ben ik net niet echt in thuis. Middelkoop. Middelkoop? Denk ik. En dan helemaal gek van het CDA, maar dan niet weten wie de staatssecretaris van Defensie is. Dat is geen mooie beurt, hè? Ja, maar je maakt dat niet uit. Oh nee, maakt jou niet uit? Nee, dat draait er toch niet om? Het draait wel om. Kennis, het draait erom wat je voor de burgers kunt doen. Oh, het draait niet om kennis? Nou. Is dat de CDA-spirit? Haha, dat is een goeie. Ja, sta jij erachter? Beetje dom, hè, wat zij allemaal zegt hier... Nou, ik wil mijn CDA-collega niet afvallen. Dat doen wij niet voor de media. Weet jij wel wie de staatssecretaris is van... Ik zat hard na te denken, maar ik moet bekennen dat mij dat even is ontschoten. Oh, wat erg is dit. Ja, dat is heel erg. Nou, ga gauw naar binnen. Hopelijk leren we wat. Ja, dat hoop ik ook voor het CDA dan tenminste. Hallo. Nee. Wat zeg je? Je kunt hier niet filmen. Mag je niet filmen, hè? Nee. Waarom niet? Omdat het voor jullie verzocht is om niet te filmen. Nee, maar waarom is dat? Ja, zij moeten even de deur uit. Maar kun je alleen nog, dan ga ik weg. Kun je uitleggen waarom wij hier niet mogen filmen? Jullie hebben contact gehad met de publieksvoorlichting. Er zou alleen schrijvende pers aanwezig zijn. Ja, maar kun je uitleggen waarom wij hier niet mogen filmen? Want dat brengt veel rumoer, ook aan de deelnemers hier. Of is het geheim wat hier gebeurt? Worden ze gebrainworst? Gebrainworst, helemaal niet. Helemaal niet. We werken voor een beter Nederland, toch? Voor een beter Nederland? Precies. Maar wel zonder ons. Jongens, ga lekker naar buiten. Oké, jongens. Nou, jullie mogen naar binnen wat mij betreft. Jullie zijn aan de beurt geweest. Geef hem even een hand. Oh ja. Geef hem een hand. Oh. Nee, zo, even zo. Zo, ja. En dan ga je zo nou samen naar binnen. Oh,
Gewoon hand in hand? Ja, door die deur. Ik doe hem open. Hou hem stevig vast, hè. Hoe heet je eigenlijk? Karel. Karel, hoe heet je eigenlijk? Antoine. Karel, hou Antoine stevig vast. Blijf dicht bij hem totdat hij aan je gaat zitten. Want dat mag niet. Ook niet bij het CDA. Dat doen ze hoor, bij het CDA. Als ze ineens aan je zitten. Ja. Want vanavond ga ik even naar.